waarom zitten we niet in de tuin? Is het daar warmer dan hier? Ja. Nou, ben je klaar? Nou, ik wilde eigenlijk net nog even wat drinken met Bonnie. Oh. En hoe is het daar? Dronken. En, is het gelukt? Nou. Heb je het hem gevraagd? Nou. Nee, dus. Ik kan het niet hoor, mensen vragen om geld. Het spijt me. Je hebt het van hem te goed. Je vraagt niet om een gunst, je hebt het te goed. Ja, dat weet ik. Nou dan. Is nergens voor nodig. Goed, dan neem ik wel contact met hem op. Ik heb er geen moeite mee. We zijn er nergens voor nodig. Iemand moet het op doen, schat. Ja of nee? Nou, hier zijn we dan, de Trans-Siberië Express. Oh, we zijn zo te zien een beetje door onze drankvoorraad heen. Ja, heeft die oude mevrouw Mins natuurlijk weer huisgehouden. Ja, wat dat mensen ook een paar zwakheden hebben. Wat zal het zijn, Eva? Mag het dood gewoon een bitter lemon zijn? Niet iets bitterigs? Nee, of het mag Mins niet. Goed, je moet zelf weten, Gertje. Ik neem, geloof ik maar hetzelfde. Wat? Ook een bitter lemon? Ja, daar ben ik uitstekend in de stemming. Nou, daar kom ik de kerst niet meer door. Hè. Maar ja, je moet zelf weten. Oh, dat is geloof ik net het enige wat ik hier heb meegebracht. Oh, dat hindert niet hoor. Doet dan maar wat anders. Nee, nee, nee. Ik haal het even. We moeten het letterlijk hebben. Ik bedoel. Wil je nou dat ik je help of niet? Zo niet, dan moet je het zeggen hoor. Zo leuk vind ik het nou ook niet om in dat donkere kantoortje voor jou te werken. Je bent een afschuwelijke baas. Je komt altijd te laat, zelfs als ik je naar je werk breng. Je houdt middagpauzes van 4 uur en je verwacht van mij dat ik na 5 al dat verdomme typewerk nog voor je doe. Ja, zo werkt het wel. Maar niet met mij. Nou, word je ervoor betaald. Word ik ervoor? Nou, kijk, als het je niet aanstaat, dan... Jij hebt gevraagd of ik je wilde helpen. Als je dat niet zo bedoeld hebt, dan is dat anders. Ja, goed, goed, dat heb ik. Goed, dat is van afgesproken. Jij hebt gevraagd of ik jou wilde helpen en dan zal ik jou helpen. Ja, bedankt. Geen dank. En je gaat het geld niet vragen? Nee. Ook al hebben we het te goed? Nee. En mij laat je het ook niet vragen? Nee. Goed, dan moeten we wat anders verzinnen. Precies. Na de feestdagen ben ik Sidney Hofkrat en ga ik met hem praten. Sidney Hofkrat? Hij vraagt me altijd of je geïnteresseerd bent om voor hem te willen werken. Als jij denkt dat ik me inlaat ben met die lullige kraaitjes van Sidney Hofkrat. En waarom niet? Heb jij die vet wel eens gezien die hij heeft neergezet? Joh, de helft van de huurders zoeken een andere woning nog voordat ze zijn ingetrokken. Kom nou. Schat, ik vind het vreselijk om je eraan te moeten herinneren. Maar sinds het plafond van het Harrison Center is ingestort en bijna de bedrijfsleden doden, is Sidney Hofkrat in deze stad zo ongeveer nog jouw enige hoop om als architect nog hier te overleven. Ik heb Sidney Hofkrat niet nodig. Dat is vreselijk. Alsjeblieft, bitter. Nou, ik denk dat ik maar wat pittigers neem als jullie het me niet kwalijk nemen. Yes. Wat rustiger dan vorig jaar, hè? Wat? Vorig jaar kerst, toen ben jullie, weet je nog? Ja. Ja, nou moet je erop lachen. Die oude Hofkraft. Ik moet altijd aan die Hofkraft denken. Die boert goed, wist je dat? Die boert verschrikkelijk goed. Ja, hij schijnt er een neus voor te hebben. Ja, ik zou niet zeggen als je hem zo zag. Ik vond hem nooit zo sympathiek, maar toch een jongen om te vriend te houden. Hij schiet hem hoog als een komeet. Ja. Is het een goed boek? Oh ja, ja. Heel goed. Nogal pikant sommige passages. Ja, mevrouw Mins die vond het op het matras van een van de jongens. De mens kreeg zo'n verbroerte toen ze erin verlaten werd. Nee. Bitter lemon. Ja, dankjewel. Bitter lemon. Ja, dankjewel. Nou, op een goede gezondheid en op God zegen. Vrolijk kerstmis. Vrolijk kerstmis. Ik hoorde dat je problemen had, Jeff.
Bedoel je? Naar het project van Harrison. Ik heb gehoord dat het ingedonderd is. Oh, sorry. Dat is misschien niet de goede uitdrukking. Een beetje ongelukkig gezegd. Ja. Laat maar. Ja. Kijk, in feite was het niet eens Jeff's schuld. Nee, natuurlijk niet. Ik ken Jeff toch ondenkbaar. Weet je, die plaatselijke pest is zo verdomme vooroordeeld, hè. Nou, ik heb geweigerd om dat stuk te lezen. En al mijn vrienden ook. Alleen maar omdat Jeff voor de verandering eens iets totaal nieuws deed. Ja, precies. En, hoe is het op de bank? Oh, goed. We staan al in nood. Maar ja, ik heb een dankje krijgen en niks, hoor. Tot de voordeur. Nee, in de slaapkamer wel. Ik heb me nooit moeite gedaan om hem weg te halen. Komt altijd wel voor pas als de jongens mazelen hebben of zoiets. Zal ik even naar de boer? Nee, ik ga wel. Ah nee, dus heb ik niet gaan leven. Oh. Nou, dat is erg lief van je. Dat is waarschijnlijk niks belangrijks hoor. Bladzijde van een tijdschrift omslaan of zo. Nou, dat hoop ik niet.